Nou, als je nu kijkt wat er van Oranje te zien is in Gelderland, ja, dat is duidelijk. Paleis het Loo was geen ander. Het paleis, de enorme tuinen, het kroondomein natuurlijk ook. Maar natuurlijk ook in fase kasteel de Kannenburg, waar we nu tijdelijk zijn neergestreken. De koningsstadhouder Willem III kwam alleen al naar Gelderland om hier in het huis dat zijn vader bouwde, Willem II, het Hof te Dieren, vlakbij bij Arnhem, ja, of later het Loo wat hij bouwde, ja, daar kwam hij om heerlijk te jagen. Uitgestrekte zandverstuivingen toen nog. De Veluwe van nu is niet de Veluwe van toen, uit de 17e eeuw. Dus ja, dan zat je maar op je paard en dan ging je door en door en door. En dan werd je ook wel eens moe en dan werd je hongerig en dan belde je aan bij een kasteel. En dan waren ze al lang blij dat prins Willem III kwam en dan hoorde je erbij. En dan kon je vrienden worden, dan kon je in een entourage, in de hofhouding worden opgenomen. En dan zie je dus dat er geliefde families zijn, zoals hier de Van Isendoorns op Kannenburg. Of bijvoorbeeld de Van Arnhems op Roosendaal, dan zie je dat er opeens ook een band kan ontstaan.